Zodra jij begint met het houden van aquariums en voornamelijk aquariumplanten houdt en dat echt goed wil uitgroeien, zoals deze, dan moet je wel plantvoeding geven. Maar er zijn zoveel merken. Wat moet je nou precies geven? Ik leg het je uit. Oh ja, laat me even in de comments weten wat jij geeft, want ik ben wel even benieuwd. Wat geef jij en wat zijn de resultaten? Even staan. Allereerst moet je ervoor zorgen dat alles in je plantenvoeding zit. Zoals bijvoorbeeld met een all-in-one voeding. Die zijn gewoon hartstikke goed. Deze verkopen wij dan. Dat is niet per se een must. Er zijn nog veel meer verkrijgbaar op de markt. Maar all-in-one voeding is over het algemeen gewoon hartstikke goed. Ze zijn zelfs hartstikke goed. Maar wat als je nou even wat voeding tekort komt? Wat moet je dan doen? Wat moet je dan geven? Nou, voor de echte diehards kan je ook gewoon echt losse plantenvoeding geven. Zoals bijvoorbeeld Easy Life. Wij verkopen ook producten van Easy Life. En waarom zou je nou een all-in-one voeding niet doen en wel een product zoals bijvoorbeeld Easy Life? Waar je gewoon bijvoorbeeld de Profito hebt, waar niet alles in zit, maar waar je wel dan los ijzer moet toevoegen. Dat is alleen voor als jij pro wilt worden. Als jij pro wil worden, dan moet jij zo'n plantenvoeding doen. Want over het algemeen zijn die all-in-one voeding wel hartstikke goed. Maar als je gewoon bepaalde planten houdt en zo, weet je wel, ja, dan moet je gewoon soms wat los toevoegen. Zoals kalium, nitriet. En voornamelijk ijzer als je rode planten houdt. Kijk, dit zijn rode planten in submersvorm. En over het algemeen hebben die iets meer ijzer nodig. Dus als jij een losse voeding toevoegt, zoals bijvoorbeeld de Easy Life, dan moet je ook gewoon los ijzer gaan toevoegen. Want dat zit er nou eenmaal niet helemaal in. En dat moet je dan zelf doen. Want ja, je wilt toch pro worden. Je wilt goede planten hebben. En pro's die voegen zelf voeding toe. Het kan van alles zijn. Het kan nitro zijn, het kan kalium zijn, het kan stikstof zijn. Het kan van alles zijn. Dus daarvoor zijn die merken zoals Easy Life of je hebt nog veel meer merken. Zijn gewoon hartstikke goed, want je kan het los toedienen. Je kan precies balanceren op wat je aquarium nodig hebt. En als je het niet nodig hebt, ja, dan gooi je dat flesje gewoon lekker in je aquariumkast. En dan vervolgens, als je het dan weer wel nodig hebt, dan voeg je het gewoon weer toe. Waarom heb je nog meer plantenvoeding nodig? Oké. Maar dit geldt dus niet voor alle planten. Want als jij een Echinodorus hebt of een Cryptocurrine, die nemen voornamelijk op via de wortels. En als je planten hebt die het via de wortels opnemen, ja, dan heb je echt toch even wat anders nodig dan een vloeibare voeding. Zoals bijvoorbeeld dit. Dit zijn caps. Dus die stop je in je bodem. We hebben ze ook van Rootsticks van Easy Life. En dat is voornamelijk voor de planten die het opnemen via de bodem. Die hebben gewoon caps nodig. Stop je direct bij de wortels. Dit is echt super simpel. Als jij dit niet kan als beginner, dan kan je net zo goed gewoon een mosbalshuis die houden. Ja, dat is nog simpeler dan dit over het algemeen. Ook al geef ik vaak een mosbal in een pot als huisdier, als cadeaus. En zijn er ook mensen die zelfs die dingen dood kunnen laten gaan. Maar het is maar een voorbeeld, hè. Rustig aan, ik beledig niemand. Het is gewoon een voorbeeld. Dit kan je gewoon. Dit kan je gewoon bij de wortel steken. Gewoon, of een rootstick van Easy Life. Gewoon ook bij de wortel steken. En dan komt het gewoon goed over een aantal maanden. En je bodem, die gaat er ook nog een heel stuk beter van worden. Want het laat langzaam zijn voeding los. Caps of rootsticks. Nou, als je die twee dus hebt. Als je vloeibare voeding hebt en je hebt dus die caps. Dan heb je eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt voor een goed plantaquarium. Zoals dit. Gewoon een super mooi aquarium wat helemaal vol zit met planten. En dan heb je alleen nog CO2 en goede verlichting nodig. Nou, verlichting is voor een andere video. CO2 ook heb ik al heel vaak uitgelegd hier op YouTube. Dus klik ook even die andere video's aan. Dat je niet altijd extra CO2 moet toevoegen om een goed beplant aquarium te houden. Want er zijn veel meer dingen die spelen. Zoals verlichting, zoals plantenvoeding en noem het maar op. En CO2 is ook voor een volgende video. Maar wacht nog even voordat je deze video verlaat. Want je bent te laat. Je bent veel te laat. Waarom ben je te laat? Ik snap niet waarom je te laat bent. Oh, je bent te laat. Hoe kan je nou te laat zijn? De late summer sale is voorbij. Dus heel veel producten zijn niet meer in de aanbieding. Wat jammer nou. Je hebt gewoon gemist. Je hebt gewoon planten gemist die voor 40% zijn afgeprijsd. Sorry, niet getreurd. Er komt een nieuwe actie aan. Tot en met zondag zijn heel veel planten tot 50% afgeprijsd. En dat is een van de laatste acties die ik doe deze maand. Dus zorg dat je er wat mee doet. Want weet je, je kan wel heel leuk dingen leren over plantenvoeding. Maar als je geen planten hebt, hoe ga je dat dan doen? Dus tot en met zondag zijn heel veel planten in 50% actie. Check even de website. Wel een klein dingetje. Er waren weer wat problemen met verzending. Ik word daar moe van. Komt allemaal goed. We zijn ermee bezig. Nieuwe website, nieuw dit, nieuws of zo. Ik moet alles regelen. Maar als je voor dit weekend bestelt, heb je het volgende week woensdag maximaal in huis. Probeer elke woensdag vrijdag te verzenden. Soms wat later. Sorry. Abonneer eventjes, like eventjes. En laat vooral even weten wat jouw ervaring is met verschillende plantenvoedingen. En wat je resultaten zijn. Doei. Kan dat licht weer uit? Heb ik toch even snel gedaan, zo'n video. Wat trouwens heel raar is, jullie vinden de video's waar ik allemaal shots doe en waar ik letterlijk 3-4 uur mee bezig ben, wordt minder goed bekeken dan de video's waar ik gewoon voor de camera sta en gewoon schreeuw en praat. Grappig, hè?